We zijn hier op de Fokvierdag in West-Brabant, die voor de 30ste keer gehouden wordt. Hier komen we de koeien bijeengebracht van het gebied vanaf Tilburg tot Zeeland. Een van de nieuwe deelnemers is de familie Jochems uit Sundert. De vraag stellen wij waarom zij voor de eerste keer in meedoen en wat er hun toe gebracht is. We zijn met drieën thuis en we doen graag aan de fokkerij mee en zeker dingen aan de shows met koeien. En is jullie stimulering geweest van zelf uit of staan je ouders hier ook achter? Of zijn die ook zo fokkerijgevoelig? Mijn ouders staan hier ook wel achter. Nou staan we hier bij een koe die 100.000 liter melk gegeven heeft. Hoe ver hebben jullie die koe zo kunnen brengen dat hij dat gepresteerd heeft? Nou, dat heeft hij eigenlijk uit zichzelf gedaan, want ja, hij is inmiddels 11 jaar oud en hij had altijd goed gedaan. Dus. En willen jullie in de toekomst hier mee blijven doen? Is dit de eerste keer goed bevallen? Ja, het is zeker goed bevallen en we willen zeker meer meedoen als het mogelijk is. Dan wensen we jullie veel succes daarmee.